RTL Boulevard moet Bridget Maasland ontslaan. Bridget Maasland moet de laan uitgestuurd worden bij RTL Boulevard. Dat stelt Angela de Jong in haar column in het AD. De columniste heeft de rel rondom de relatiebreuk van Bridget en André en zijn daaropvolgende liefdesreunie met Monique uiteraard ook gevolgd. Bridget klapte vervolgens uit de school in verschillende media, maar niet in het eigen showbiznieuwsprogramma dat zij presenteert, RTL Boulevard. Een schande, volgens Angela. Ik mag toch aannemen dat maandag op de redactie de ramen uit de sponningen trilden na het ronduit beschamende interview met Bridget Maasland, schrijft Angela. Zoals het er de afgelopen weken, als daar iets van een journalistiek hart klopt, ook moet hebben gedonderd toen hun eigen presentatrice weigerde om in de uitzending te komen om iets te zeggen over de showbiz-affaire van het jaar, waarin zij de spil was, maar wel aan de telefoon hing op Radio 538 om publiekelijk uit te huilen. In je hempie staan. En daarna leegliep in de Telegraaf, vervolgt ze. En ook nog even een belletje pleegde met de regionale zender Radio NH. Ik herhaal het nog maar een keer, Radio NH. Dan sta je als nationale showbizrubriek lelijk in je hemd, wat zeg ik, je wordt publiekelijk vernederd. Moest die arme Aram Beet weer komen opdraven als schaamlapje om te zeggen dat hij Bridget kort had gesproken en ze er helemaal doorheen zat. Angela vindt het krankzinnig dat Bridget vervolgens weigerde van wal te steken. Ze vertikte ze het om antwoord te geven op een paar simpele vragen. U kunt de dooddoeners wel raden, het gaat goed, ik kijk vooruit en ik heb heel veel steun van mijn familie en andere mensen. Fijn voor haar. Maar daar gaat het hier niet om. Ontslag. Ze wil dat RTL Boulevard maatregelen neemt. Misschien is het een journalistendingetje, waar u als niet-journalist de schouders over ophaalt. Maar ik zou me als ik haar collega was niet drie maar vierdubbel genaaid voelen en aansturen op ontslag. Ten eerste omdat ze haar eigen collega's compleet voor schut zet. En ten tweede omdat het totaal niet meer geloofwaardig is als zij daar als presentatrice achter de desk staat en zich een mening aanmeet over wie of wat dan ook. En zij niet alleen, het hele programma leidt schade. Nu alinea. You trippin', push came the shove. I don't really wanna talk about the things. All I say is why you trippin' for. She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.